Episch vlogje van Lars. Joujou, goedemorgen. Het is, ik zei de vorige keer, eenmalig vlog. Gooi dat maar van de baan, er is een tweede vlog. Hey, vandaag is het maandag. Hoeveel april, weet ik niet. We gaan langs alles wat ik vandaag ga doen in deze quarantainetijd. En ik kan je vertellen, dat is niet heel veel. Let's go. Dit is Sof. Van Philo. Sof. Daar is Daniel Veenstra, ongeveer 2 meter van mij vandaan. Daar zit hij. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk. Zie deze. Kan toch niet? Ja, nu heb je echt een gangster. Oh shit, dit is waarom de kapper weer open moet. Maar als je dit ook ziet, dat is ook een 20 centimeter of zo. Wat een klemtoon was dat, Lars. 20 centimeter? Ja, dat is ook wel 20 centimeter. 20 centimeter? Tegelwerk. Tegelwerk. Ja, wat is het nou? Documentaire. Met door. Heb je de van de donder? Melle. Trek wij Jonken de Lee. En aan de orenkant bangten de Alban. Ja. Hey, Japans is makkelijker te verstaan. Onrap. Drink een fristie. Komkommer. Wat is komkommersalade in de verleden tijd? Kwammer sloeg. Er wordt aangebeld in de Leo studio. Oké, en wie staat daar? Jawel, het is Pieter Beekman! Goeiedag, camera van Lars Veenstra. Dit is een vlog. Heb je de eerste vlog gezien? Uiteraard, ik was een van de eerste kijkers. En ik heb toen, sinds ik het zag, wou ik eigenlijk al in de volgende Lars Veenstra vlog komen. En dat gebeurt nu. Dus ik ben meer dan blij. Dit is het moment. Pak je fame. Zeg wat je wil zeggen. Oké, dan knip ik eruit. Oh. Pieter. Ho, houd afstand. Je mag daar niet langs. Ging er bijna missen. Ja. Hoe ga je dit doen? Jij moet vandaag daar staan. Ik pak zometeen een standaard. En dan kan ik knopjes van afstand in. Ik mag op de lijn, hè? Nee, ja, op de lijn mag. Ja. Oké, nee, ja, oh. Huh? Ja. Huh? Nu heb ik er. Ik edit erin dat alles ontploft, goed? Ja, dat is alles is nu ontploft. Leuk, en dan moet je wel deze dialoog erin houden. Ja, nee. Dat iemand in de fik staat, maar dat wij hier nog staan, zeg maar. Dat is leuk. Oh, Pieter, we staan in de fik. Dat is niet goed. Pieter. Message in a bottle van de police. Daarvoor The Shaman met Ebenezer Good. En daar weer voor Kryptonite van 3 Doors Down. Heerlijk. Het is 8:58 en dat betekent dat het tijd is voor het spannendste spelletje van de Nederlandse radio. Het wel ja, wel nee, geen oké, maar eigenlijk moet je gewoon het verkeerde antwoord geven spel. Met vandaag iemand die wel heel dicht bij de grond staat, namelijk de bassist op de blote voeten, Florian den Hollander. Goedenavond. Goedenavond. Welkom in Bekstra Weekend, Florian. Droom jij elke nacht over je eigen tong? Ja. Heb jij met giraffen gedanst? Nee. Nee, Florian! Maar... Je gaat niet met lege handen naar huis. Jij krijgt namelijk jouw aantal punten in likes op Instagram. Dus ik krijg 1 Bekstra Weekend Instagram like. En een paar minuten van onze zendtijd, want jij mag een verzoekje aanvragen. Ik had op een of andere gekke manier verwacht. Ik ga het intro even zingen. Oh, die mag ook wel. Dat is ook wel leuk. Gay bar. Ja, doe die. Ja, maar. Die is leuk. Doe die. Ja, en speciaal voor Florian hier. Gay bar van Electric Six. Luchtgitaar! Staat heel vroeg op om iedereen wakker te maken. Erdogan. Pieter, wat vond je ervan vandaag? Ik vond het heel, heel goed gaan. Als je niet gelooft, dan moet je gewoon even terugluisteren op soundcloud.com. Dus Beekstra Weekend. Abonneer op Lars Beekstra YouTube-kanaal! Tot volgende week.
volgende week. Het was maar waar genoegen, Lars. Mij ook. Mooi. Hey, even van mijn hoofd. Hey, auw, auw. Weet je wat je hoofd doet? Dat is kwijt. Af. Joujou.